Hoi allemaal, mijn naam is Michelle Kannemans en ik loop stage bij Rabobank Rijk van Nijmegen. Samen met 7 andere stagiairs heb ik de afgelopen paar maanden deelgenomen aan de RVNED Lab Train. Dit is een programma voor stagiairs binnen het Rijk van Nijmegen waarbij verbinding en kennisdeling centraal staat. Wij zijn ervan overtuigd dat stage lopen enorme toegevoegde waarde heeft voor zowel de student als de werkgever. En dat vertellen we je graag in deze video. Ben je benieuwd geworden naar onze mening? Ontmoet dan onze groep enthousiaste stagiairs. Hey, hallo, ik ben Anne en ik loop stage bij de gemeente Nijmegen. Hallo, ik ben Rutger en ik loop stage bij Natax. Hallo, ik ben Manon en ik loop stage bij Rabobank Rijk van Nijmegen. Hallo, ik ben Laura en ik loop stage bij de Economic Board. Hallo, ik ben Jelmer. Ik loop stage bij RVNED. Mijn naam is Daantje en ik loop stage bij RVNED. Hallo, ik ben Farouk en ik loop stage bij Giesbus Ontwikkelen en Bouwen in Wijchen. Laten we allereerst beginnen met de meerwaarde van een stage voor de stagiair zelf. Anne, wat heeft stage lopen jou gebracht? Stage lopen heeft me echt veel gegeven en geholpen met beslissingen binnen mijn studie en carrière. Ik weet nu veel beter wie ik ben, waar mijn kwaliteiten liggen, hoe ik die het best kan benutten. Wat mij binnen een organisatie wel en niet aanspreekt. En ik heb zoveel leuke mensen ontmoet. Dat gaat sowieso van pas komen in de toekomst. En Rutger, hoe zit dat bij jou? Ja, dankjewel Michelle. Ja, ik moet wel zeggen, stage lopen was voor mij echt een eye-opener. Eindelijk niet meer zo theoretisch bezig zijn, maar meer oplossingsgericht te werk gaan. En door mijn meewerkstage krijg ik zeg maar, de kans te ontdekken hoe het bedrijfsleven ook een beetje in elkaar zit. En ja, daarmee doe ik ontzettend veel vaardigheden op. En ja, ik vind het echt heel leuk om de kans te krijgen om mee te praten over beslissingen. Oké, erg nuttig dus. Manon, denk jij dat een stagiair aannemen voor de werkgever ook nuttig is? Zeker. Ik denk dat stage lopen niet alleen waardevol voor mij is, maar ook zeker voor de organisatie waar ik stage loop. Ik denk dat het überhaupt een goed idee is om af en toe een fris gezicht rond te hebben lopen, omdat dit de sleur kan doorbreken. Verder kan een stagiair natuurlijk zorgen dat oude gewoontes in twijfel worden getrokken en dat er nieuwe ideeën ontstaan. Hoe denk jij daarover, Jelmer? Er zijn zeker momenten waarop ik merk dat ik toegevoegd waarde heb. Een stagiair geeft de organisatie de kans om talent te ontdekken of om nieuwe dingen uit te proberen. Zonder dat daar hele grote investeringen tegenover staan. Stagiaires kunnen ondersteuning bieden aan onderzoek, innovatie of bijvoorbeeld digitalisering. En daardoor kan de organisatie verder groeien. Ze kunnen ook extra flexibiliteit leveren door bijvoorbeeld extra handjes te bieden. Of door alle nieuwste academische informatie in huis te hebben. Nou, als ik een werkgever was, dan wist ik wel wat mij te doen stond. Zelf denk ik dat de Lab Train van RVNED een leuk extra programma is om een stagiair te bieden. Hoe denk jij daarover, Daantje? Zeker. Door deel te nemen aan de Lab Train heb ik mijn ervaring kunnen delen met medestudenten, die in dezelfde situatie bevinden als ik. Iedereen heeft een eigen verhaal. En juist de diversiteit in de groep maakt het leuk om met elkaar het gesprek aan te gaan. Kijken naar raakvlakken verschillen is interessant, omdat je een blik verbreedt. En je in staat stelt om beter te begrijpen hoe het in andere organisaties eraan toe gaat. Door bijeenkomsten kunnen stagiaires zichzelf beter ontwikkelen tijdens hun stageperiode. Oké, Farouk, wat vond jij de toegevoegde waarde van je deelname aan de Lab Train? Nou, wat ik heel erg leuk vind aan de Lab Train is dat het een manier is om mijn netwerk te vergroten. Zelfs in tijden van corona. En door in contact te komen met de andere stagiaires kom ik ook meer te weten over organisaties in de regio. En via de online mini-colleges, die worden gegeven door professionals die afkomstig zijn uit dezelfde regio, wordt hier heel veel kennis overgedragen en krijgen we heel veel tips mee die we uiteindelijk kunnen gebruiken voor de rest van onze loopbaan. Klinkt als een waardevolle toevoeging. Laura, welke momenten zijn er voor jou echt uitgesprongen tijdens de sessies van de Lab Train? Het was mooi om te zien hoe fijn iedereen het vond om in deze bijzondere tijd toch nog nieuwe mensen te ontmoeten. Ook heb ik heel veel geleerd van de manier waarop de professionals ons een geheel andere blik gaven op vele facetten van het professionele leven. Zo kan het bij netwerken ontzettend belangrijk zijn om een persoonlijke noot toe te voegen. Of is het soms goed om even tot 3 te tellen en op iemand anders af te stappen. En daarnaast hebben we hele goede discussies gevoerd over bijvoorbeeld de maatschappelijke rol van banken. Over hoe de economie eruit zou kunnen zien als de grote jongens wat meer als rentmeesters zouden optreden. En over hoe crossovers, empathie en samenwerking de sleutels kunnen zijn tot een hele mooie toekomst.
Je hoort het. Ondanks de huidige situatie blijft stage lopen een waardevolle ervaring. Voor jezelf en voor de stagebiedende organisatie. Wij hopen dat stagiairs ons in de toekomst op zullen volgen in dit leerzame programma. Ook hopen wij dat we in de toekomst onze verhalen weer in het echt kunnen delen.